Hallo, ik ben Willem, de ambachtsschilder. In dit filmpje ga ik een lijst restaureren die om dat schilderijtje heb gezeten dat al in een vorig filmpje is gerestaureerd. Het doek, maar nu de lijst. Doek eruit. We gaan het eerst maar eens even rustig bekijken. Deze lijst uit midden 20e eeuw is slecht onderhouden. Het is ook een slecht kwaliteit lijstje. Een dunne laag gips op vurenhout vertoont overal krakelé. En dat is logisch. We gaan het restaureren zonder dat we de geschiedenis kapot maken. De krakelures worden weggewassen met gips. Modelgips, op kleur gemaakt. De grotere stukken die verdwenen zijn, worden met model klei bijgewerkt. Maar eerst de krakelures wegwerken. Ik ga eerst het gekrakeleerde gedeeltes oplossen. En dat doe ik met modelgips. Daar haal ik wat uit die zak vandaan. Die heb ik straks nodig hierin. Water om de modelgips soepel te maken. En een klein beetje omber in poedervorm, pigment, om die kleur een beetje te benaderen. Anders is alles zo meteen zo wit. Dus. Soepelen. Maak het soepel genoeg om mee te kunnen kwasten. Je kan met modelgips niet zo erg lang werken. Dus je moet genoeg aanmaken waar je dat je het wel kan verwerken. Klein beetje kleurstof erbij. Iets donkerder. En dan gaan we daarmee die krakelee weg kwasten, invullen. Kijk, het is nog soepel genoeg dat het in die naadjes kruipt. Het begint langzaam in te dikken en hard te worden. En dan vult het de krakelee. Ga het modelleren als het materiaal nog zacht is. De grotere kieren en naden kan je vullen met het restmateriaal. Daarna moet je alles goed uitborstelen en opzuiveren. De grote stukken die verloren zijn gegaan, repareren we met modelklei. Dit wordt uit zichzelf hard en je kan er langdurig mee modelleren.
Goed, het is een kurkdroge lijst. En de krakelee is weggewerkt. Beschadigingen zijn weggewerkt. Ik ga nu een verfje aanbrengen die ook vult. En meteen een beetje in de ondergrond kan opgenomen worden. Die maak ik zelf van lijnolie met wat terpentine, secatief, krijt, klein beetje omber naturel en een klein beetje sapgroen. Dat is goed voor de ondergrond. Ik ga eerst de verf maken. Ik had het al gezegd, het is een slecht onderhouden en slecht kwaliteitslijstje. Ik ga het lijstje dus naar eigen interpretatie passend maken bij het doekje. Om het wat warmte te geven, zoek ik naar een kopergouden kleur waar ik de ondergrond een klein beetje mee ga vervuilen. Voordat ik er een wrijfwas overheen zet, zodat de lijst en het doek weer samengesteld kunnen worden en één geheel toont. Oké, in het vorige filmpje heb ik dus al verteld over restauratie en economisch bewind. Nou, dat geldt natuurlijk voor deze lijst ook. Hier is materiaal en tijd ingestoken en dat kost geld. En is dat nou de moeite waard? Nee, in dit geval niet. Kijk, bij het doekje had ik het al uitgelegd. We moesten het restaureren en die hele restauratie... Die kostte 825 euro. En dan kan je het doekje verkopen voor 125. Inclusief lijst. Dan moest de lijst nog gedaan worden. En die lijst, die kost 400 euro. Dus de restauratie van doek en lijst... komt al op 1225 euro. En als je het dan verkopen kan voor 125 euro, dan kom je dus 1100 euro tekort. Dus hier ging het niet om een economische waarde. Hier ging het duidelijk om hoe kan je nou een lijstje restaureren
En hoe kan je dat doekje restaureren? Van Riemsdonk in een nieuw lijstje. Die kan weer terug naar de kringloop. Ik vond het een leuk filmpje. Ik hoop jullie ook. Tot een volgend filmpje. Artis hominis, de kunst van de mens.